Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Jullie weten bij mij altijd eerst eventjes abonneren. Gedaan? Toppers. Vandaag hebben we weer eens pranks, want ik hou nou eenmaal van mensen pranken. En we hebben vandaag back to school pranks, omdat het voor sommige mensen zit alweer op school. Bij mij is dit mijn laatste dagje, dus back to school pranks wordt superleuk. Laten we gaan beginnen. Niemand heeft zin in een nieuw schooljaar, maar als we de grapjes gaan uithalen, begint het nieuwe schooljaar alvast superleuk. We beginnen met de eerste prank, de tassenprank. Hiervoor heb je nodig een tas met twee ritsen. Je kent wel van die tassen, met één rits gaat die dan open, met de andere rit gaat die dan weer dicht. En je hebt een tie-dip nodig. Wat je dan doet tijdens de les, je gaat even plassen. Dus eigenlijk ga je dan een tas zoeken met van die twee ritjes. En dan ga je met het tie-dipje door de lussen van de rit, trek je hem strak. En dan zegt de juf, pak jullie tas maar, want we gaan eten. Iemand met die tas pakt zijn tas dan, maakt hem open, maar dan blijft hij dicht. Want de ene rit volgt de andere, dus blijft hij helemaal dicht. Maar op iedere school zijn er wel scharen, dus dit is zo doormidden geknipt. Dus hoe je het doet, is je doet de tie-dip door het lusje heen. En dan doe je het ook door het andere ritje. En dan trek je hem strak door dit kleine gaatje. Zo. Plop. En dan, als je hem dan openrit, volgt de andere rit. Dus dan blijft hij dicht. En dan kan diegene niet eten. Maar uiteindelijk wel, want dan knip je het gewoon weer door met een schaartje. Succes verzekerd. De tweede prank is de bekliederde gum prank. Voor de les ga je met Tipex het gummetje bekliederen. Zo. En dat doe je dan helemaal rondom. Maar ik heb het alvast gedaan. Met deze. Die is alvast droog. Zet ik dat aan de kant. En dan gaat iemand schrijven. 4 plus 4 is 10. Oh nee, fout. Kijk, het is helemaal fout. Gumme. Maar er gebeurt helemaal niks. Ook succes verzekerd. Echt super grappig. Huh? Wat is het eigenlijk een rare gum? Het is bekliederd met Tipex. De laatste prank, of toch niet, is de stiftenprank. Natuurlijk heb je hier stift voor nodig, maar ook een schaar en plakband. Je schuift ze een beetje eruit. Dan plak je op de stiften. Tadaa. En dan knip je het. Draai het om. Pak je de restjes eventjes. Zo. En zo. En dan plak je ook de andere kant. En die knip je dan ook. Zo. En dan schuif je ze weer terug erin. Tek ze erop. En dan vraagt iemand, mag ik je stift lenen? Ja hoor. Dan wil iemand eentje pakken. Zo. Dan pak je gelijk al de stiften. Super grappig natuurlijk. Nou, normaal heb ik 3 pranks, maar nu heb ik nog een extra, omdat het back to school is. Je pakt een muntje van je ouders of gewoon van jezelf. En je pakt supersterke lijm. Dan doe je een beetje lijm op de achterkant van het muntje. Plakt het op het schoolplein. Ga er even goed op staan, zodat het stevig blijft zitten. Probeer eerst even zelf of het wel omhoog komt of niet. Anders moet je nog erger drukken, maar als het dan goed zit, dan komen er allemaal leraren, moeders, vaders, kindjes. Gaan allemaal proberen dat muntje ervan af te krijgen. Maar dan uiteindelijk, als ze het 1 keer hebben geprobeerd en dan vergeten ze het, dan gaan ze het nog een keer proberen. En zo blijft het grappig. Maar alleen blijft het wel voor altijd zitten. Dit waren mijn back to school pranks. Maar het belangrijkste op school is dat we allemaal gewoon lol hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Maak lol met je vrienden, alleen met je juffen en meesters. Ook heel leuk. Maar veel plezier op school. En haal zeker deze prank uit. Ga ik ook doen. Maar dit was dus weer.
weer mijn video. Abonneren, liken, delen, alles. En doei doei! Oh ja, en over 6 weken hebben we alweer herfstvakantie.